Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van No Limits op mijn kanaal Davinzo Games. We gaan dit keer weer 3 achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En het is lekker weer, dus het is zeker goed weer om in een achtbaan te stappen. We gaan 3 achtbanen doen en de eerste is de Eye, het heet Eye. En ik geloof dat deze door Stef is ingezonden. Hij was eerder een keer een achtbaan ingezonden en dit keer dus weer een achtbaan. 3 stuk zelfs. En we zitten in die achtbaan. Het is helemaal zwart, ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar dat maakt het wel heel apart, denk ik. Dan blijven we lekker geconcentreerd op de achtbaan zelf. En ja, volgens mij is dit best wel een snelle achtbaan. Want hij gaat best wel heel erg hoog. Wow, dit is echt een hele hoge achtbaan. Beetje Goliath idee. Wow. En jongens, wat een speed ook, hè. Ongelooflijk. Nou, en ik ben bang. Nou, ik weet gewoon zeker dat die speed gewoon de hele tijd blijft aanhouden. En dat is ook de bedoeling bij zo'n giga-achtbaan. Kijk eens die bocht, jongens. Dit is echt een heerlijke bocht. Kijk eens, joh. Het ziet er fantastisch uit vanaf de buitenkant. Dat moet ik toegeven. En we gaan over het station heen. Grote bocht maken we weer. Ik denk dat er dadelijk of remmetjes in komen, of niet. Ja, daar pas op het einde. Ik weet niet of dat, hoe dat gaat zijn, maar hij neemt al een beetje vaart af. Alhoewel, hij gaat best wel snel nog. Het laatste bochtje. En daar komen de eerste stukken remmen al. En dan gaan we nog verder. Oh, het is leuk dat je nog een stukje hebt dat je eventjes een beetje bouncet. En we zijn bij het einde aangekomen van de achtbaan. Dit was de Eye. Tweede achtbaan is de Gladiator. En daar geeft de foutmelding. Die klikken we weg. Huppakee, we hebben geen foutmeldingen. En er staat een leuke toren. Oh, dat is die attractie. Uitkijktoren attractie. En ik zit ook aan de zijkant van de achtbaan. Die kennen we wel, dat type. Oh, wat grappig. Kijk nou. Een hekje met spotlichtjes erop. En wat rook, wat waarschijnlijk uit die buizen komt. Oké, heel apart. Leuk. Leuk extraatje. Ik weet niet wat dat toevoegt aan, ja, aan thema. Gewoon is het gewoon random iets. Ik vind het wel leuk dat het erbij staat. Ik vind het echt leuk. Gewoon hele kleine details. En ik ben heel benieuwd naar deze achtbaan. Want hij is best wel flink hoog ook nog. Maar ja, hoger dan de eerste kan eigenlijk amper. En ik denk dat we gaan draaien met ons karretje. Gaan we draaien? Nog niet? Nee. Wee. Ik weet het niet of we nog gaan draaien. Nee. Gaaf. Het is gewoon een stilstaande achtbaan. Je hebt meestal dat die karretjes af en toe zo gaan draaien, weet je wel. Dat je nog extra over de kop gaat. Maar het is dus niet het geval. Oh, dit is vet. Oh, we gaan weer door een tunneltje. Ik vind het wel heel uniek gedaan. Dit is een hele mooie achtbaan. De Gladiator. En we komen aan bij het einde. Oh, mooi heuveltje. Een leuk remgedeelte. Ik wil er nog even doorheen vliegen. Maar het heel apart dat je aan de zijkant van de achtbaan zit. Dat vind ik heel gaaf gedaan. Even kijken hoor. Dit is de achtbaan. Hij was heel leuk. Hij zag er goed uit. Hij heeft zijn best gedaan, Stef. We gaan naar de derde achtbaan. En dat is de laatste van deze aflevering alweer. Het gaat zo hard. Vooral als het leuke achtbanen zijn. Derde en laatste achtbaan is de High Octane. De High Octane, zo heet hij. Hij geeft weer een foutmelding. Dat is nooit goed als er een foutmelding in beeld staat. Zo, ik klik de foutmelding weg. We krijgen de laatste achtbaan. Wat is het? Ik zit in een treintje. Oh jee, we hebben al wat speed gekregen in het begin. We krijgen een bochtje. We staan op een heuveltje. Is het gebouwd? Oh, we gaan op zijn kop. En we gaan recht omhoog. Leuk die remmen daar nog. Dit ziet er goed uit. Leuke beplanting. Ik zie de achtbaan al onder mijn... stoeltje onder mijn leuning zie ik die achtbaan al een beetje. Oranje met blauw ziet er leuk uit. Leuke kleuren. Ik ben erg benieuwd naar deze. Beetje compacte baan. Persoonlijk mijn favoriet. Wauw, en lekker soepel zeg. Schitterend. Ja. Daar gaan we. En we zitten ook met een klein, het is een klein karretje. Het leek net een trein in het begin, maar toen dacht ik van ja, je gaat niet met een trein omhoog getakeld worden op die manier. Dus, oh, ik vind het heel tof. Ik vind het heerlijk gedaan. Wauw. Ja, ik vind het geweldig. Wat een coaster. Leuk gedaan. Ik kan nu al wel zeggen dat dit mijn favoriet is. En waarom? Omdat ik compacte achtbanen altijd prachtig vind. Hij heeft een schitterend design.
En ik wil graag weten in de comments wat jullie de mooiste achtbaan vonden van deze drie. Want ik vind dat heel leuk om toch die meningen te zien van jullie. En misschien ook leuk om te zeggen waarom je hem leuk vond. Dus nou, wie weet tot de volgende aflevering in No Limits. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet geen like achter te laten en te abonneren in het midden van het scherm. Bedankt Stef voor het inleveren van deze achtbanen. En tot de volgende keer. Doei doei.